Vandaag bij Kunstzinnigheid zijn we te gast in het atelier van Dini Kiers, kunstenaar. Dini, dankjewel dat we mogen komen bij je. Ja, fijn dat jullie er zijn. Mooie ruimte. Je hebt een schitterend atelier. Ik zie heel veel verschillende kunstvormen hier liggen. Jij kan veel, je bent een echte duizendpoot. Ik wilde eerst eens vragen over je schilderijen. Ik zie fantastische portretten. Schelpen. Wat is jouw hoofdonderwerp? Ik ben nu al een tijdje eigenlijk bezig met een in dezelfde thema. En dat heeft eigenlijk te maken ook met de overgang die ik heb gemaakt naar werken als docent op het ROC. En naar echt zelfstandig voor mezelf beginnen. En dat, nou ja, dat was eigenlijk een hele worsteling. Dat ging niet zomaar van de een op de andere dag. Maar in die periode van die hele omschakeling en van die worsteling, was er ook een periode dat ik automatisch wat meer terug ging kijken van hoe ben ik eigenlijk opgegroeid? Hoe hebben mijn ouders dat eigenlijk gedaan? Wat is er eigenlijk in mij geplant en wat dient mij nog eigenlijk, hè? En daar zijn heel veel schilderijen uit ontstaan. Dini, waar ben je nu mee bezig? Ja, dit is een verhaal van wat dat eigenlijk al ontstaan is in de periode dat ik wist dat ik ging stoppen met mijn werk. Of eigenlijk nog niet echt wist. En dacht van, ja, welke kant gaat het op? Die kwam met een gedicht van Bart Moejaert, een Antwerpse stadsdichter. En daar is dit schilderij uit ontstaan. Het gaat eigenlijk over vluchtelingen. Ja, en hoe de kijker dat dan zelf invult, hè, dat moet zo zijn dat iedereen zelf eigenlijk daar zijn eigen gevoelens bij heeft. Het heeft mij ook geleerd dat als je echt vanuit je eigen voelen schildert, dat er dan altijd iets meer in komt dan wanneer je eigenlijk een plaatje naar schildert. Het kunstzinnige dus en het sociale, dat is eigenlijk altijd een beetje zo in mijn geval aan het vechten geweest met elkaar. En klopt het dat ik veel dingen zie met geboortes en eieren? En ik zie allemaal dingen die komen, ontsluiten, geboren worden. Heeft het daarmee te maken? Ja, het voelde eigenlijk ook wel als een hergeboorte. Ja. En de eieren, straks zien jullie misschien nog wel het portret van mijn moeder als boerin. Zij had 3000 kippen. Dat was voor die tijd heel veel. Dus mijn moeder zat voornamelijk in het kippenhok altijd. Dus die eieren en op een boerderij sta je sowieso dichter bij geboorte en dood. Je hele levensloop, misschien heeft dat ook wel met leeftijd te maken, dat je op een gegeven moment daar mee bezig bent. Maar van hoe je als mens kunt ontwikkelen en wat je doorgeeft in je leven, wat je overneemt. We staan nu bij iets heel anders. Wat is dit voor projectje? Ja, dit is ook weer boetseren, hè? Net als de vrouwen uit eierkartons.
Maar nu eigenlijk het klein. Dit is mijn kurkvolkje, zeg ik wel. Er zijn allemaal mannetjes en vrouwtjes die ik boetseer op kurken. En dit wordt een vrouwtje. En dan begin ik zo met de romp en het hoofdje. Nou, en hier zie je, het lijkt ook wel weer, hè? Het begint eigenlijk, zie je dan helemaal het schedeltje erin. Nou, en als ik zo ver ben, dan kijk ik een beetje welke houding ik wil. Of het, dat kan aan alle kanten nog op. Maar heel vaak is het ook dat er dan in de houding en in de gezichtsuitdrukking al iets ontstaat van iemand die ik ken. Dan denk ik, dat lijkt wel op Tante Tini of zoiets. En dan, dan boetseer ik daarmee verder. Ja. En heb je dit geverfd ook? Ja, deze heb ik wat lichter gemaakt. Ja. Maar ik wil ze toch wel heel, heel puur houden. Ja. En ze krijgen allemaal een beetje badmusachtig hoedje, omdat je hem eigenlijk beter, vind ik, als het ware de ziel, het karakter van het poppetje kunt zien. En, thema. Ja, maar jouw emoties en onderwerpen liggen heel dicht bij de natuur. Want ik zie veel schelpen. Ja. Ik zie prachtige mineralen liggen. Ja. En schilderingen van plantjes. Ja. Dus daar heb jij veel mee te maken. Daar ligt jouw passie, denk ik ook wel. Ja. Is het de puurheid? Dat is, ja, dat denk ik. Dat denk ik. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Als ik het moest verklaren, denk ik, kom ik toch weer terug op die boerderij. Ja, ja. Daar ligt gewoon jouw roots. Ja, waar ik wel heel mooie herinneringen. En mijn moeder was ook echt een natuurvrouw. Mijn vader was ook echt een boer in hart en nieren. En dat heb ik natuurlijk wel heel erg meegekregen. Ja, ja, ja. En buiten dat schilderen zie ik naast jou liggen schilderen in het klein. Ja. Wat is dat? Want ik zie weer een ei trouwens. Zal ik het er even bij pakken? Ja, ja. Ja, ik heb hier zelfs een hele doos vol eierschalen. Die spaar ik ook. Ik weet, ooit ga ik er nog iets mee doen. Als ik stapels van die dingen heb. Ja. Dus met mij is het goed eieren eten. Ja. Maar dit is bijvoorbeeld ook een voorbeeld van een pagina in het Art Journal boek. Wat is Art Journal? Ja, Art Journal is, eigenlijk een dagelijks verslag. En Art Journal, het woord zegt al, is eigenlijk een kunstzinnig verslag. En ja, dat hoef je natuurlijk niet dagelijks te doen. En kijk, je ziet, er zijn al heel wat dagen in opgetekend. Ja. En omdat we het net over de eieren hadden, dit is dan ook weer zo'n eierpagina. Oh, wat leuk zeg. Waarin in de achtergrond gemaakt is van een bladzijde uit een oude encyclopedie over kippen. Oh, dus de tekst die hier staat, heb je gescheurd. Mm-hmm. Uit een oud boek. Ja. Nou, ja. Dus dit heeft allemaal met elkaar te maken. Want dit... Ja. Dit zijn eierdoppen. Gebroken ei. Is opgelijmd. En hier zie je dan echt die embryo's. Die embryo's van in die dooiers. Ja. En dit zijn mijn twee jongens. Mijn kuikens, zou je zeggen. Dus eigenlijk vang je in zo'n pagina een gedachte van die dag, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar het kan ook zijn dat je uitgaat van een literair gedicht. Zoals dit is het gedicht van Paul Estarjen. Dat vind ik zo'n prachtig mooi woord, het Zoetekoeksdozeke. Ja. Dat zie je ook op de deur terug. Ja. Waarbij we eigenlijk hebben geschilderd met allemaal stukjes uit tijdschriften. Gewoon foto's, zie je? Jij zegt wat je doet als workshop. Ik geef hier workshops in. Deze is bijvoorbeeld geschilderd met koffie. Oh. Van kopjes die zo is per ongeluk op een bladzijde zijn neergezet. Ja. En leken op wielen. En toen werd het een motor. En dan hadden we het net over de eieren. Ja.
En volgens mij heb jij ook eierdozen gebruikt. Ja, want ik zie zelfs daar iets heel moois staan. Zullen we er even naartoe gaan? Ja, ja, graag. Nee, ook hier zie je weer dat ik materiaal heb gebruikt wat ik kende van vroeger. Hè. Dit zijn dus eierkartons. Bewerkt en gesneden en gescheurd en op elkaar gestapeld. En je ziet dat die vrouwen er als het ware als in een kokon nog wat in gevangen zitten. In wat voor mij dan eigenlijk het oude is. En hier probeert ze zich ook aan te ontworstelen. Hier zie je ook die eierkartons weer. Het zijn dus een soort geboortes. Ja, ja en ja. Dini, ik zie drie schilderijen hangen met een heel specifiek tasje. Ja. Wat staat het voor? Dat is het captasje van mijn moeder. Een heel stijf tasje. En dat verbeeldt voor mij eigenlijk het Calvinistische, het altijd maar hard moeten werken. Terwijl zij eigenlijk ook wel is uit die overal wilde, zou je kunnen zeggen. Oh ja, dat is een overal wilde. Ja, 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 ja. En hier verbeeld ik dat ik als het ware zelf uit dat stijve tasje kruip. Heel bijzonder, ja. Je komt helemaal los, je bent vrij. Ja. Ja, ja. Ja. Dini, wat zie ik nu voor iets sprookjesachtigs? Ja, dit noemen we beweegplaten. Er is eigenlijk een mini theatertje aan de muur. Kijk, hier komt de grootmoeder aan, die bakt een pannenkoek. En grootvader zit al te wachten, maar die pannenkoek die rolt de pan uit. En de haas wil hem pakken en de wolf. Nou, heel verhaal. De vos is erbij, er komt nog een beer. En nou, daarbovenin gaat ook nog een poesje heen en weer. En dus voor kinderen die het verhaaltje kennen, hè, zo'n volkssprookje, prachtig om het telkens weer te herhalen. En op een gegeven moment kennen ze het ook uit het hoofd, hè. Maar het is heel mooi om te zagen en te beschilderen. En daar geef ik dus ook workshops in.